nou laf voor maken. Yannick en ik ervaren het een ochtendje om 5 kinderen te hebben. This is a moment for yourself. Superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog, een nieuwe vakantievlog. We gaan namelijk naar Frankrijk toe. We gaan naar Zuid-Frankrijk. In de buurt van Lyon, waar familie van ons woont. Of eigenlijk de zus van Yannick en zwager en neefjes van ons. Dus daar gaan we gezellig weer naartoe. Daar komen we heel vaak. Of in ieder geval elk jaar. En we gaan ook een weekendje skiën. Of ja, hij eigenlijk. Hij gaat weer sporten. Snowboarden. Dus we gaan er gewoon een super vakantie van maken. De dag zijn. Volgens mij super mooi uit, maar we zijn aangekomen hier in Beaujeu. Dat is een soort van dorpje in de buurt van Lyon. En het is nu 5 uur geweest. We hebben ongeveer 9,5 uur over de reis gedaan. En allemaal goed gegaan. Ja, we hadden voldoende vermaak voor de kindjes mee, genoeg snacks, eten. Ja, ik zal er gewoon een artikel over schrijven. Tips voor een lange autoreis met 3 kinderen, waarvan een baby en kleuterdrummers. We gaan nu even wandelen, want het is hier echt fantastisch en het is nu nog licht. Dus we gaan even wandelen hier door de bergen in de buurt van hun huis. Ze wonen hier achter. Dus we gaan nu eventjes lekker wandelen en dan straks komt mijn schoonzus, zwager en zo ook thuis. En mijn schoonmoeder is er ook, dus gaan we met z'n allen eten. Dat is hun huis. En hier zie je al beekjes. Yannick en Lana zijn aan het kijken. Ja, het is dus echt midden in de bergen. Het is echt zo mooi en rustig en fijn hier. En dit is ook het gebied waar heel veel wijn vandaan komt. En de buurman hier, zeg maar, die maakt echt de allerbeste champagne. Het heet niet officieel champagne, want daarvoor moet het in de champagnestreek zijn. Maar het is het dus eigenlijk wel. En wel een grappig verhaal. Een jaar geleden waren we hier ook. Toen was ik nog niet zwanger. En toen hebben we 6 flessen champagne gekocht. En toen kwamen we thuis. Toen kwam ik achter dat ik zwanger was. Dus die zijn niet opgegaan. Uiteindelijk wel. Maar ja, dat is precies 1 jaar geleden. En dan kun je met de glijbaan. Woep, omlaag van de berg. Of papa ook? Was je daartussen? Ah! Ja, sorry. Nou, deed je daar dus zo moeilijk over? Oh, we hebben een heerlijke maaltijd. Lekkere nasi met saté en kip. Gerookte kip uit de oven. Er zitten aardappel, paprika. Dus we worden heel goed verzorgd hier. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Ja. En we hebben al lekker ontbeten. En we zijn aan het spelen met de kindjes. Ik ben Feline op dit moment aan het voeden. En ons jongste neefje is nu ook aan het spelen met de meisjes. Dus dat is echt super leuk. Een dag werden de jaarlijkse tuinspelen gehouden. En ze waren er overtuigd dat dit het jaar zou worden. Ja, mooi hè. Het is nu ongeveer 1:30 en we hebben de meisjes al lekker in bad gedaan. We gaan straks, want mijn zwager moet vandaag gewoon nog werken. We gaan straks dus richting de Alpen. Maar nu doen we gewoon lekker in de om het huis van alles. En hun hebben een groot bad. Wij hebben thuis geen bad in dit huis. Ja? Is een watervalletje. Is daar een water? Ach ja, dat is een klein watervalletje. Wat grappig. En dus hebben ze lekker allemaal al in bad gedaan. Voor ons is natuurlijk 1 groot feest. En nu ben ik even met Lana een wandelingetje maken. Want het is zo mooi hier. En Lana vindt het ook echt heel erg leuk.
Dus even lekker een frisse neus halen en dan straks lunchen en inpakken voor de Alpen. We hebben een Airbnb geboekt. Eigenlijk voor de eerste keer dat we dat hebben gedaan. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Hier staat onze auto, hier hun auto en dan heb ik een dakkoffer. Dus wat dat betreft kunnen we heel veel meenemen. En met 5 kinderen in totaal is dat ook wel nodig. En nu zitten we in de auto op weg naar de Alpen. En we zijn echt al een soort van winterwonderland ingereden. Want hier sneeuwt het heel hard. Het is ook echt wel een beetje noodweer zelfs. We moeten ook nog een sneeuwketting in gaan halen waarschijnlijk. Maar nog iets meer, het was totaal 2,5 uur rijden vanaf hun naar waar we naartoe moeten. En nu nog 1 uur en 20 minuten. Nou, we picknicken even in de auto, want het staat allemaal best wel vast. Dus dan hebben we in ieder geval vast gegeten. Ik heb een soort van tosti en de meisjes hebben een broodje worst. Enieke is even sneeuwkettingen halen, dan eet hij ook wat. Het is wel een avontuurtje weer. We waren vanmiddag om 3:30 ongeveer vertrokken en je ziet het aan mijn hoofd. Het is 10:30 en we zitten nog in de auto. Dat is echt heel erg. Ik doe nou lachen maar. Nou ja, ik zal even uitleggen. We hadden sneeuwkettingen natuurlijk nodig en die moesten opgezet worden. En we stonden midden in de sneeuwberg in het donker vast. We hebben daar meer dan 1 uur gestaan en we kwamen niet verder. En we kregen de sneeuwkettingen er niet op. En de kinderen helden. En het was koud. En ja, we zagen het echt allemaal niet meer zitten. Ik in ieder geval niet. Dus ik was best wel er doorheen. Ik dacht, waarom heb ik bedacht om te gaan wintersporten? Niet leuk dit. Maar ik had ze uiteindelijk in 2... Nee, allebei had ik ze 5 minuten erop gelegd. Ja, maar dat heeft even... Het heeft een uur geduurd totdat ik erachter kwam. Ja. Dit is ook de real life. Laat ik ook zien. Maar daardoor heb ik wandel tot mijn ballen. Ja, en morgen gaan we weer een hele leuke dag hebben. Maar dadelijk gaan we lekker het bedje in. Het is 12:30 en we zijn eindelijk even aan het relaxen. De meisjes liggen op bed. En we zijn eindelijk gearriveerd in ons chaletje. Ik zal morgen even een kleine house tour laten zien. Want het is echt een superleuk huisje. Slapen. Een superleuk huisje. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en we zijn in ons huisje. Lekker geslapen. Nou ja, ik zag mijn kussen en ik was al weg. En nu is de dag erna. Ik loop nog lekker in mijn huispak en mijn make-uploos, maar dat fixen we nog wel. En lekker geslapen. Het uitzicht is echt fenomenaal. Het is super mooi. Dus alle. Het is nog snel, mama! Ja, dat we gisteren pas om 11 uur of zo, of 10:30 aankwamen, terwijl we om 10:30 terug waren, is het waard. Dus ik kijk hoe mooi het hier is. Er zitten hele mooie bomen. En dat zijn de bergen, wauw. Wij gaan skiën. Ja. Hier gaan we skiën. Hier gaan we skiën. Of papa en oma Ruben gaan skiën. En jullie gaan, wij gaan lekker met de sneeuw spelen. Goedemorgen, ben je er al klaar voor? Ik wel. Nou mooi, even lekker ontbijten. En dan gaat het voor jullie beginnen. De mannen zijn er klaar voor, die gaan lekker skiën vandaag. Yannick en mijn zwager Ruben zijn skiën. Hij heeft de GoPro mee. GoPro camera, dus als het lukt zien jullie dadelijk hele gave beelden van Yannick skiënd en alles. Maar dat lukt niet. En ik ben hier binnen met de kinderen en mijn schoonzus is even met een van haar zoontjes naar de supermarkt voor brood en handschoenen moesten ze nog halen, dat soort dingen. Dus ik ben even met 4 kinderen, waarvan er 2 slapen, dus dat is wel makkelijk. Dit is de zitting van het huisje, dus ja, we hebben ook een open haard. En dan is hier een balkon. Heel veel licht, maar daar is de zon en de sneeuw. Dan is hier een eettafel. En dit is de keuken. Nou ja, er staat echt enorm veel. Ze hebben gewoon veel mee en er stond al heel veel. Maar dit is dus de keuken. Super schattig. Echt een superleuke keuken, een soort barretje. En ja, eigenlijk van alle gemakken voorzien. Oven, magnetron, vaatwasser, combi.
diepvries en koelkast. We gaan straks lekker pasta maken, dus daar staat al het een en ander. En als je dan zo kijkt, zie je eigenlijk hoe het is opgebouwd. Want we zijn boven verdieping, in verband met de sneeuw natuurlijk. Dus beneden hebben we een soort van schuur nog. En dan ga je de trap omhoog. Die. En dan heb je hier zeg maar een toilet en badkamer met een ruime douche. En een wastafel. Hallo. En ja, dan het toilet. Ja, is niet zo spannend. En daarboven zijn heel schattig van die luikjes. En daar is dus ook een slaapkamer. Ga ik zo laten zien. Hier is onze slaapkamer. Dan hebben we een campingbedje voor Amy. Want die wilde bij ons liggen. En dan slaapt Feline en de Jules. En hier is dus ons bed. En heel veel zooi. Maar ja, het is maar voor 1 of 2 nachtjes. Mijn vrienden ligt even daar. Je vrolijk meisje ligt lekker daar. Hè. Hier is de slaapkamer met 2 stapelbedden. Dus hier kunnen ook 4 mensen liggen. Met ook een heel leuk balkon en een kast. Moet je kijken hoe leuk dit. Oh, de sneeuwschuiver is al bezig. Hierachter is ook nog een slaapkamer met 2 persoons bed. Waar ligt een kindje te slapen. Dus daar ga ik niet naartoe. En ik loop nou dus dat super schattige zoldertje op. Echt te leuk. Kijk. Want hier is een raampje en een luikje. En dan kun je dus ook open doen. Maar goed, ik zou het niet doen, want dan sta je in de... Oh, ik zit in het donker. En dit zijn dus van die super schattige luikjes. En als je hier kijkt, dan... Nou ja, als je hier uitspringt, dan sta je in de woonkamer. Maar dat zou ik afraden. Maar dat ziet er wel echt heel schattig uit. Dan is dit een soort van slaapzolder. Ook weer met 2-persoonsbed. En nog wat stretchers. Dus ja, dit is gewoon te schattig. En ook heel veel opbergruimte. Ik vind het echt een heel leuk huisje. En we hebben dit zelf geboekt via Airbnb. Dus dan heb je eigenlijk een huisje van iemand anders die dat daarop aanbiedt. Superleuk. Dus het was ook helemaal niet zo duur. Dus het is echt wel een aanrader. Maar goed, dit was het huisje. Echt een typische bergchalet. Midden in de bergen en heel dicht bij de skipiste. En wij zitten in de auto. En we gaan nu de mannen opzoeken. We gaan even lekker lunchen. Even kijken hoe ze het hier hebben. Het is hier echt een fantastische omgeving. Het is warm weer. Het is heel veel sneeuw. Ja, het is echt een mooi dorpje. Het is echt een soort sprookjesland gewoon. Echt heel leuk. Nou, inmiddels slaapt Feline lekker bij mij in de draagzak. En gaan we even kijken waar we gaan lunchen. Bij de piste in de buurt. Dus kunnen we daarop uitkijken. Nou, de kindjes worden helemaal blij van de sneeuw. Dus dat is heel mooi. We zijn aan het lunchen. Ik heb lekker deze croque monsieur met salade. En Lana heeft deze Nutella crepe. En Amy heeft lekker frietjes. Oh, lekker eten. En ik heb lekker een cheeseburger, hamburger. Lekker met dat. Terug, ik en de kinderen en mijn schoonzus. De mannen zijn nog lekker aan het skiën en ik ga vast beginnen aan de spaghetti. Straks een grote pan spaghetti maken. Kunnen we met z'n allen aanvallen, want de mannen zullen straks flink honger hebben. Amy en Feline liggen op bed. Lana, Max, mijn neefje van 3 en mijn schoonzus die zijn sneeuwpoppen aan het bouwen in de hiervoor. Echt superleuk. Het is een heel ander soort vakantie dan we normaal doen. Het is leuk dat de mannen echt helemaal naar hun zin hebben. Die glunderen echt van plezier, dus dat is fijn. Kindjes vinden het geweldig in de sneeuw. Ja, en ik geniet als zij geniet. Heel, heel cliché, maar het is gewoon zo. Ik ga even een kijkje nemen bij de sneeuwpop, hoor. Oh, de muts moet er natuurlijk nog op. Wat een mooie sneeuwpop, zeg. Oh, moet die erop? Maar die zie je niet zo goed, die witte muts. Jawel. Maar ik vind hem wel echt super mooi geworden. Oh, je hebt hem echt leuk gedaan. En zelfs knoopjes van steentjes. Ja, dat was Lana haar idee. Dat is een goed idee van jou, schat. Leuk, hè? Zo. Wow, nou, hij is helemaal af. Goed gedaan. Bravo voor de jongens. Goed gedaan. Seconds spelen. Het is een plek waar je als je iets mankeert met je lichaam, dat je dan niet zo hoort. Ja, oké. Okay. Een pakketje is er een.
Oh, dat is IJssel. Dat is een meneer. Je hebt een meneer, zeg maar. En een vrouw. Ja. En je gaat naar een hotel in Turkije. Je kunt echt eten wat je wil. All inclusive. Ja. Sommige mensen zijn heel erg uitgesproken. Huh? En je hebt mensen die heel erg... Timide. Die zijn heel... Ingetogen. Ja, en dat heet... Timide. Een Frans woord voor groen, maar dan... Stop, stop. Een Frans woord voor groen. Oh, introvert. Goedemorgen, het is vandaag zondag en we zijn lekker wakker geworden hier in het huisje. En onder mij ligt Feline en die moest allemaal naar mama lachen. Die heb ik net gevoed. Yannick en mijn zwager zijn weer een dagje snowboarden en wij staan bij de kindjes. In de namiddag vertrekken we weer terug naar Lyon. En Amy is lekker aan het schreeuwen. Mijn neef heet Max. Mijn neef heet Max en Amy zegt elke keer mais, mais. Zo schattig. Mijn schoonzus heeft trouwens vlechtjes gemaakt in mijn haar, dus dat ziet er ook wel grappig uit. Helemaal in de... In de winterstijl, een beetje Heidi'en. En hier ligt Feline. In een lekkere trappelpakje. Schat. Lekker hè. Ja, beentjes omhoog. Beentjes omhoog. Ja. Ja. Nou, ik ben inmiddels lekker buiten samen met Amy en mijn schoonzus. En Lana en Max zijn aan het sleeën. Super schattig. Maar Amy en ik zijn een beetje door de sneeuw aan het wandelen. Dat vindt ze al heel erg leuk. Ik zal even laten zien hoe ons huisje er eigenlijk van buiten af ziet. Uitziet. Hier loopt Amy'tje met haar laarsjes. En dit is ons huisje van buitenaf. Eigenlijk is de achterkant nog wat minst mooi. De voorkant is nog veel mooier. Maar het is zo leuk. En zo'n leuke locatie. Zo midden in de berg. Je kunt hier al de ski-pisten zien. Echt super leuk. Nog mijn handje. Nee, wil je dat niet meer? Alles zelf ontdekken. Ja. En daar zitten Lana en Max op de slee. En als lunch eten we lekker weer de macaroni leftovers. We zitten weer in de auto op weg naar Lyon, of eigenlijk het huis waar mijn schoonzus en zwager wonen. Dat is in de buurt van Lyon. We hebben echt een superleuk wintersportweekendje gehad. We gaan lekker raclette en dat is iets wat wij in Nederland volgens mij bijna niet kennen. Wij kennen wel gourmetten of kaasfondue, of zelfs pizzaretten, maar ik heb zelf nog nooit raclette gedaan. Misschien jullie wel, maar ik heb er heel veel zin in, want ik ben dol op kaas. En het ziet er ook echt super lekker uit. We hebben allemaal lekkere vleeswaren en dus de raclettekaas. En die gaat dus in de pannetjes, dus eigenlijk noem ik het even gourmetpannetjes. Bacon en aardappeltjes. Vandaag maandag. Yannick en ik ervaren het een ochtendje om 5 kinderen te hebben. Mijn schoonzus en zwager zijn werken en wij hebben de taak op ons genomen om hun boys klaar te maken voor de dag. En dan ga ik dadelijk met Lana ga ik Max, de oudste, op school brengen en hun jongste naar de opvang. In een dorp hier in Frankrijk, dus ik ben benieuwd. Ze hebben me uitgelegd hoe ik er moet komen, dus het is een heel avontuur. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe scholen hier in Frankrijk gaan en dat soort dingen. Dus heel erg leuk, maar 5 kinderen klaarmaken is best wel veel. 3 is natuurlijk al heel wat, maar 5 kinderen, allemaal 4 jaar, 3 jaar, 2 jaar, 1 jaar en 0 is best wel een challenge. Zo leuk. Amy is echt helemaal weg van dit boodschappenkarretje, dus we hebben het nou besteld als cadeautje voor haar verjaardag, want ze loopt er echt de hele dag mee rond. Ik zit in de auto. Lana, Max en Miel die zitten in de auto. En ik ga eerst Miel afzetten en daarna ga ik naar de school. Ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal hier gaat. Dus, Nou, hier ga ik even Miel wegbrengen. Kijk, daar is de school. Kom op, Max. Ik heb Max afgezet en superleuk. Want ze hebben hier zeg maar, wat ze hier dus doen. Kindjes krijgen allemaal slofjes aan. Ze hebben hier een sloffen liggen. Kom maar, Lana. Ze hebben hier een sloffen liggen en dan krijgen de kindjes die aan als ze op school aankomen. Het was leuk om hem te brengen, hè, Lana. En daar kunnen vogels lampen geven. Oh ja, ik zie het. En we zitten weer gezellig met de family in de auto. We zijn op weg naar Villefranche. Dat is een dorpje verderop. Villefranche. Daar gaan we lekker lunchen en misschien nog even een beetje shoppen of rondkijken. In ieder geval gezellig. We zijn in Villefranche. Heel leuk dorpje. We gaan even verkennen wat er allemaal te doen is. Het ziet er heel erg leuk uit. Ik zeg dorpje, maar het is eigenlijk volgens mij een stad. Ik denk het ook, als je zo... Ik wil het gewoon.
een mom jeans passen. Gewoon omdat ik wil weten hoe het me staat. Dus dat wordt deze. Oké. Okay. I don't know, hij is sowieso al te kort. Maar nee, dit is echt zo niet mijn ding. Nee. Nou, we zijn weer even terug. Kindjes hebben al even geslapen. En nu gaan we iets heel leuks doen met de kinderen. Namelijk pannenkoeken bakken. Zo'n klein bakplaatje, ik laat het zo zien. Dus dat is heel erg leuk. Dus nog even met de kindjes pannenkoekenfeestje vieren als laatste avond. Maar om het zo te zeggen, we gaan morgen weer naar huis. En dat doen we hier. Tada! Ik heb er eentje met kaas en spek. Ja. Kaas en spekje. Nou, en in pyjama ga ik lekker deze vlog afsluiten. Want volgens mij is hij al best wel lang geworden. Morgen gaan we terugrijden. En dan zit onze vakantie er weer op. Ja. We hebben het leuk gehad, hè? Ja, zeg het halve gezicht van mij. Oh. We hebben het leuk gehad, hè? Ja, heel erg leuk. Ja, het was echt heel erg leuk. Nou, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zien we jullie heel graag de volgende vlog weer. Tot in Nederland. Doei! Thank you.